Priester Titus Brandsma, die de Rooms-Katholieke Orde van de Karmelieten naar Merkelbeek bracht, wordt in mei heilig verklaard door de paus. Zo'n heiligverklaring gebeurt natuurlijk niet zomaar. Hij heeft als persoon geleefd eigenlijk als een voorbeeld voor anderen. Hij heeft letterlijk voorbeeldig geleefd. En vervolgens is het dan nodig dat er ook op zijn voorspraak een wonder gebeurt. Dus dat er, meestal is dat een genezing die om een onverklaarbare reden plaatsvindt. Artsen onderzoeken dat dan en die stellen dan objectief en wetenschappelijk vast, oké, deze meneer of mevrouw was ziek en nu zien we dat hij beter is en wij weten niet hoe het komt. En de kerk heeft dan een aparte commissie die dan vaststelt van oké, als dat zo is, dan is dit een wonder en dat is een aanleiding om iemand heilig te verklaren. De priester was een voorbeeld voor velen. Pastoor Adama uit Schinveld is een groot fan van hem. Hij heeft een heel actief leven geleid. Op de eerste plaats heeft hij zich ingezet voor de komst van de Karmelieten naar Merkelbeek. Hij heeft het onderwijs in Brabant van middelbare scholen heeft hij opgericht om kansarme kinderen de gelegenheid te geven om onderwijs te volgen. En hij heeft ook in die tijd in het groeiend nationaal socialisme een duidelijke tegenstem laten horen. Je ziet ook in deze tijd dat er een heleboel dingen zijn die we terug herkennen ook in zijn leven. Op de eerste plaats de verantwoordelijkheid van de media, waarvan hij zegt, loop niet met alles mee, laat je niet door allerlei invloedssferen beïnvloeden, maar probeer ook altijd de waarheid te zoeken in het verhaal. Hij is opgepakt omdat hij in feite langs de redacteuren ging van de katholieke dagbladen, op verzoek overigens van kardinaal de Jong. En hij heeft toen ook aan die mensen gevraagd om niet mee te werken aan de nationaal-socialistische propaganda. En want u bent super geïnteresseerd in Brandsma, waar komt dat vandaan? Voor een stuk vanuit mijn eigen achtergrond dat ik bij de Karmelieten het klein seminarie en 2 jaar kloosterleven heb meegemaakt. En die spiritualiteit blijf je meedragen en ook vanuit het pastoraat dat je zegt, deze man heeft zo'n kostbare boodschap, daar mogen we ook anderen in laten delen dus. Hè. Dat meer mensen dan alleen pastoor Adama Brandsma hoog in het vaandel hebben blijkt. Het Huis voor de Pelgrim organiseert speciaal voor hen een reis naar Rome om de heiligverklaring bij te wonen. Wij bieden mensen de mogelijkheid om in dat weekend waarin die heiligverklaring plaatsvindt, om naar Rome toe te gaan. Er zijn diverse opties voor, van vrijdag tot maandag, van zaterdag tot dinsdag, om Rome te bezoeken en om bij die verklaring, bij die heiligverklaring, bij die viering met de paus aanwezig te zijn. En wij zorgen dan voor de reis, voor het hotel, voor het vervoer en voor dat er een mooi programma aangeboden wordt. Is dat dan populair, zo'n bedevaart? We hebben heel veel belangstellenden. Jaarlijks gaan meerdere duizenden mensen met ons een reis maken. Afgelopen jaren in de coronaperiode hebben we natuurlijk wat moeilijkheden gehad om naar het buitenland te kunnen reizen. Maar ja, gelukkig, de maatregelen zijn zo goed als afgeschaft. En dit jaar kunnen we voor het eerst weer op reis gaan. Eind april vinden de eerste bedevaarten naar Lourdes plaats. Ja, en half mei dan is de grote bedevaart naar Rome, naar de heiligverklaring van Titus Brandsma. Is er nog ruimte? Kunnen er nog mensen mee naar de Heilige Verklaring? Jazeker, we hebben plek voor enkele honderden mensen die vanuit Nederland daar naartoe reizen. En er zijn nog plekken beschikbaar, dus als mensen mee willen gaan, kunnen ze altijd via onze site huisvoordepelgrim.nl kijken en hoe ze kunnen inschrijven daarvoor.